107. Lingewaard Natuurlijk. Het Dijkmagazijn in Bemmel is het bezoekerscentrum van Lingewaard Natuurlijk. In het Dijkmagazijn is de natuur uit de omgeving te zien. Opgezette vogels, dieren en insecten. In aquaria zwemmen vissen en verschillende waterbeestjes. Er is een glazen bijenkast waar je het leven van de bijen kan bewonderen. In 3D-kasten is de natuur driedimensionaal prachtig te zien. Daarnaast organiseren ze jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de boomplantdag, het tellen van uilen en vleermuizen, het ophangen van nestkasten en nog veel meer. Maar het mooiste zijn toch wel de struintochten die ze organiseren. Struintochten langs of door het ooibos. De natuurgidsen wijzen je op allerlei vogels, dieren en planten. En als je geluk hebt, dan zie je veel vogels. Zoals koolganzen, dodaars, graspiepers en torenvalken. Je loopt door modderige paadjes, hoog gras en door een bos met elzen, populieren, wilgen en kornoeltjes. Met een beetje geluk zie je ook hazen, reeën, kikkers en salamanders. En als je vroeg bent opgestaan, of het begint schemerig te worden, heb je kans om een bever te spotten. De bever heeft de laatste 30 jaar weer een vaste plek in onze fauna, nadat hij in 1826 was uitgestorven. Er zijn diverse beverburchten in deze omgeving. Daar woont vaak een koppeltje met wat jongen. De jongen verlaten de burcht als ze 2 of 3 jaar oud zijn. In de buurt van een beverburcht kun je zeker sporen van de bevers ontdekken. Bevers nemen altijd vaste routes en een brede staart maakt een sleepspoor. Dat zie je zowel op land als in ondiep water. Deze kanalen van ongeveer 50 centimeter breed kunnen wel 100 meter lang zijn. Ook herkenbaar zijn de half afgeknaagde bomen. Daaronder zie je de grove spaanders liggen. Bevers zijn indrukwekkende beesten die 1 meter lang kunnen worden. Maar het zijn gelukkig herbivoren, planteneters. De beverburcht is hun woning, een plek waar de vele takken het dak vormt. De ingang zit altijd onder water, maar de ruimtes waarin ze wonen zijn droog. Excursies zijn er vaak op zaterdag en zondag. Je bent dan ruim 2 uur op pad. En trek goede wandelschoenen aan. En als je een natuurgids bij je hebt, dan moet je wel opletten wat zij zegt. Dan leer je er zelf wat van. En dat is hier helaas niet het geval. Luister nou eens.